Trouw, een krant waar ik ook wel eens voor schrijf, omdat ik natuurlijk niet elke dag op Radio 1 kan zijn, verblijdde me eerder deze week met een pagina groot stuk over klimaatverandering, over hetere zomers, over biodiversiteit en pogingen tot verkoeling, over persoonlijke betrokkenheid en daar het voortkomende inzet en zelfs iets van activisme. Het stuk ging, dat begrijpt u, over tegelwippen. Een paar maanden geleden hield ik op deze plek een diep doorvoeld pleidooi voor het verwilderen van je tuin, je balkon, je dakterras en eigenlijk je leven ook. Maar dat vraagt wellicht meer dan een stevige schep en wat lichtgroene vingers. En nu al blijkt dat verwilderen door het genoemde wippen der tegels aan een succes toch door Nederland bezig te zijn. Natuurmonumenten is enthousiast. Vervang je tegels door planten. Dat trekt insecten aan, zorgt voor verkoeling. Er is zelfs een creatief bureau bij betrokken. Lyrisch over bodemkwaliteit, vergroening en watervasthoudende kwaliteiten. Mocht u bij de term tegelwippen nog steeds een licht erotisch beeld hebben, gecombineerd met het idee dat je beter kunt zorgen een matje of zelfs een luchtbed bij je te hebben. Nee. Tegelwippen heeft niks te maken met het uitwisselen van lichaamssap op een ongemakkelijke harde ondergrond. Ik vind dat behoorlijk netjes omschreven van mezelf. Tegelwippen is tegels verwijderen zodat er ruimte ontstaat voor groen, voor plantjes, voor verkoeling of zelfs een heuse vlinderstruik. Er is zelfs al jaren een NK, een Nederlands kampioenschap tegel wippen, waarbij gemeentes tegen elkaar strijden. Dat begon ooit met 0-10 tegen 0-20, 3 jaar geleden. Ik laat de uitslag in het midden, maar de koolsingel bleef stil. Dit jaar doen 173 gemeenten mee. Er is hoop dat zeker 3 miljoen tegels gewipt gaan worden. Er is één wipper van de maand, ter inspiratie aan zij door niet wippen. Er zijn gemeentes waar een tegeltaxi rijdt die alle gewipte tegels voor je afvoert. Want het zou natuurlijk behoorlijk ruk zijn als je als een bezeten hebt gewipt en dat met een dubbele hernia moet bekopen. En er is een lied. U hoort nu wellicht aan mijn stem dat dit het enige puntje is waar ik al lezende mijn borrelende enthousiasme even parkeerde en inruilde voor een stukje wanhoop. Het lied is namelijk Wip Holland Wip. Laat de schep niet in je schuurtje staan. Wip Holland Wip. Pak die schep en wijs een tegel aan. Hier had meer ingezeten, denk ik. Bijvoorbeeld geen lied. Want we zijn niet debiel en we mogen dan wel tegels in de tuin hebben liggen. We hebben ook nog enige smaak, dank u wel. Ik geloof in zelf dingen doen, in vergroenen, niet wijzen naar China en India en bedrijven met grote schoorstenen of sectoren op klompen waar nog allerlei klimaatwinst te behalen is. Nee, handen uit de mouwen, schep uit het schuurtje en wippen. Waarbij ik ook voor me zie dat allerlei mensen zonder tuintje, platje of balkon groter dan 8 A4'tjes gaan guerrilla-wippen. Ik bedoel, alle straten van alle steden in het land zijn dan wel betegeld, dan wel geplaveid. En overal zou een beetje groen de boel opfleuren. Ik zie het al vaak in zijstraatjes van zijstraten. Mensen die al dan niet in overleg met de buren een dag hebben gewipt en geplant, waarna een klein stukje stadstuin ontstaat. Tuurlijk, er moet altijd voldoende ruimte blijven voor blinden, slechtzienden en flitsbezorgers die over de stoep nog eenmaal sneller hun door elkaar geschudde sushi bij u kunnen afleveren. Maar er is nog zoveel groene en daarmee leefbaarheidswinst te behalen. Als ik de nieuwe CDA-leider was en als ik een logisch en hoognodig verhaal hield over menselijkheid en rechtvaardigheid en leefbaarheid, zou ik proberen weg te blijven van oud-christelijke balken en de normen en gezinswaarden, maar gaan voor het verfraaien van wat ooit de schepping was met vergroening, verduurzaming en tegelwippen. Ik ben Henry Bontebal en ik zeg u beleefd, een dag niet gewipt is een dag niet geleefd. Mogen ze gewoon gebruiken. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.